dus voor mij was het vooral ja, de nachtshiften eigenlijk. Hè. Dus ja. Van 11 tot 7 in de ochtend. Maar gelukkig zijn het niet de enige shiften die er zijn. En kan je soms wel stoppen of kan je aan je teammanager vragen om andere shiften te krijgen. Dus, maar in het begin was dat echt wel moeilijk voor mij. Ja. Wakker blijven om 5 uur 's morgens. Maar gelukkig zijn de collega's er dan ook om elkaar te steunen in de pauzes en zo. Dus al bij al valt het mee, maar je moet het wel goed in orde. Ja, en natuurlijk heb je de koffie natuurlijk wel. Gratis. En natuurlijk de koffie gratis. Ja, tuurlijk koffie. Ja, en voor mij was de meeste uitdaging in het begin, denk ik, in het begin is het lastig om geen mistakes te maken en ook om, om snel te dealen en dat soort dingen. Mm-hmm. En hoe makkelijk het lijkt om een balletje te spinnen, het kan nog wel pittig zijn soms. Maar goed, na verloop van tijd wordt het natuurlijk allemaal makkelijker hoe langer je het doet. Ja. En wat soms nog wel een uitdaging is, is dat je hebt vaste spelers die komen elke dag terug en die praten dan ook heel veel in je chat. Mm. En als die er dan niet zijn, dan moet je soms echt moeite doen om echt een lang gesprek met iemand te hebben. Want ja, ik ben iemand die zelf gewoon heel veel praat. Ja. Dus ik vind het fijn om een lang gesprek met mensen te hebben. Ja, ja. Soms praat ik gewoon tegen mezelf. Ja, ik ook. Voor de camera.